lieve vrienden, even los het zonnetje. Maar ik zou zeggen, hele hartelijke welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, daar zijn jullie weer aan beland. En het is vandaag maandag, het is vandaag 3 december 2018. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, hier en daar een schapenwolkje erbij. Worden we ook allemaal misschien weer blij. Een beetje zon. Enkel, ja, hij staat bij mij precies verkeerd in mijn huisje. En ik heb geen gordijnen of wat dan ook ervoor. Ja, ik heb buiten een zonnescherm. Maar die gaat mij een beetje te zwaar. Het is 12:22. Ook dat nog. En straks komt natuurlijk, zoals jullie gewend bent, Astrid. En daarna komt ook Chrissy. Maar dan gaat de telefoon. En daar staat bellen, verder staat er niks. Dus. Ja, hallo. Hi. Hi, dat is Chrissy dus. Ja, ik word iets later, ik ben net thuis. Oké. Okay. Dus ik ga ook die eten. Is goed, schat. Oké, tot straks. Doei, doei. En dat was dus Chrissy, die vertelt eventjes gewoon dat het even iets later wordt. Ze was net thuis. En nou ja, maakt niet uit, want Astrid is er ook nog niet. En ze had gezegd een uur of één, had Chrissy gezegd. Nou ja, we zien wel, ze gaat eerst een hapje eten en dan komt ze. Nou ja, dat eten hoeft niet zo lang te duren, ik moet ook nog eten. Dus ja, mijn eten staat ook klaar. En ik moet nog wat klaarmaken. Mijn medicatiedoosje voor 11 december. Dat moet in mijn tasje. Ja, dus dat moet ook allemaal klaargemaakt worden. Ik moet ook dan. Maar dat blijft niet in de doos. Ik moet zo'n dingetje mee voor mijn inhaler en mijn inhaler zelf. Maar dat gaat weer in mijn cameratas. Ja, dat is een beetje te groot allemaal. Dan kan ik mijn cameratas erbij. Dat is voor mijn COPD. Dus, maar dat komt allemaal goed. Ja hoor, dat vergeten we niet. Telefoon mee naar de schaduw. En er wordt hiernaast ontzettend hard gewerkt. Met het weekend waren we ook al bezig. Ik denk ja, wanneer houdt het er eens op? Weet je, ze zijn al ik weet niet hoe lang bezig. En dan denk je ook, ja, hij woont er al jaren. Wat moet je er, je behoort het bij te houden en niet, ja. Dat ben ik gewend hoor, ik heb ook een eigen huis gehad met mijn ex-man. Heb ik een eigen huis gehad. Hij hield het bij, dus je hoeft het niet om de zoveel jaar echt heel hard eraan te werken. Totaal niet nodig, dus ja, ik weet het allemaal niet. Maar het zal, ja. En een hoop herrie. Je wordt er zo dodeloos moe van. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Geniet verder van jullie dag. Ik ben blij dat Astrid en Chrissy komen. Dan kunnen wij ook weer genieten. En wie weet gaan we weer wat leuks doen. Weet ik nog niet. Nee, zien we wel. Verrassing. Doei doei. Dan legt hij weer zijn kop neer. Frodo. Nee hoor. Frodo luistert niet. Frodo. Maar Chrissy die zit hier ook. En daar komt Frodo'tje aan. Hi man. Hi man. Hoi. Lampenkappie. Hey lampenkappie. Heerlijke ding. Jij zo lief. Ja maar dat vindt hij. Hij is daar zo gevoelig. Ja natuurlijk, maar het is ook gevoelig. Hé? Goedje? Ja. Frodo is gek met Chrissy, maar ook andersom hoor. Zo lief, zo aandoenlijk. Hé, samen in één kap hè? Ja. En wat zullen we een licht geven joh? Schijn een lichtje voor mij. Hé? Hé? Ja nou? Schijn een lichtje voor mij. Hé? Ja? Schijn een lichtje voor mij. Ja.
Of niet dan? Ja toch? Ja. En hoe is het met je hand? Pols, arm? Oh, goed hoor. Zit er nog aan, hè? Zit hij er nog aan? Ja, wel jij. En hoe is het verder? Met mij gaat het eigenlijk best wel heel goed hoor. Ja. Heel goed, op die arm na. Ja, nou ja, goed, die vergeten we gewoon. Oh, die leg je erbij af en nee. Dit werkt gewoon toch nog? En dat werkt nog, en dat werkt nog. Nou, de rest van mijn benen werken nog. Nou, alleen dat? Dat gaat wel weer over, voordat je nou het kereltje bent, denk ik. Wel eerder hoor, denk ik. De, wel eerder. Jawel. Dan is het goed. En anders gaat hij er gewoon af. Oh, dan koop je bij de HEMA even een kunstarm of zo. Ja, of een andere winkel. Ja, zo'n pop. Nou, ja, daarom. Dan zit er gewoon tussen. Knaken. Ja, voor twee knaken. Dokter Salomons, die doet dat gewoon even. Daarom. Moet kunnen. Ja. Met deze man. Nou, kijk je weer, hè. Ja, nou kijk je weer. Hé, kiekeboetje spelen, hè? Ja. Boefke. Waar is de rest eigenlijk? Ik weet het niet. Ik denk dat Ewie weer onder de kerstboom ligt. Ja, onder de kerstboom? Ja, aan de rechterkant, aan de kant van de stoel. Zal ze wel weer leggen? Ja. Ja, dat dacht ik. Heb jij de kerstboom? Ja. Heb jij de kerstboom? Ja, zo moet dringend om denken. Denk erop. Ik zal er ook nooit niet aaien als ze daar ligt of zit. De kerstboom die staat wel een beetje vast aan de kachel. Speciaal voor dat gebeuren. Als voorheen had ik mijn boom op meerdere punten vast hoor. Hak hem aan de kachel vast en bovenin had ik hem op drie punten vast. Bij het raam en bij de lamp. Ja. En dan had ik er gewoon een slinger eromheen gerold. Die kan buiten zijn en die kan boven zijn. I don't know. Hé? Ewin? De gesluierde Ewin, hè? Ja. Gesluierd met een slinger. Ja nou? Een meeuw. Hier is een meeuw. Hé? Is je meeuw? Is je meeuw? Meeuw? Hé? Meeuw, meeuw? Ja, ik zit thuis. Vannacht ook weer lastig geweest, hè? Over vrouwtje heen te lopen en te doen. Oh. Ja, daarom. Maar ja, Chrissy die wil weer naar huis. Nou, Bill, dat is een ander verhaal. Maar het huis komt nog steeds niet. Je hebt ook niet een touwtje vastgebonden om hem aan te trekken. Jakkes. Nou ja, dan zeg ik. Dag allemaal. Dag allemaal, zegt Chrissy. Ja. Ik drijf achteruit en ik zeg tot strakjes. Ja, lieve vrienden, ik moet nog even de deur uit, ondanks dat het donker is. Maar we hadden net een flinke regenbui, anders had ik al lang alweer terug geweest. Dus ik ga nou. Het is nou droog. Dat ik hoop dat ik ook weer terug ben voordat de volgende bui komt. Maar ik laat dat wel even aan jullie weten. Ik moet nog even wat boodschapjes doen. Dus tot strakjes. Ja, en toen was ik weer thuis. En wie was er super blij? Twee stuks. Ja. Frodootje. Hé, Frodo hè. Ja, die was zo blij man. Oh ja. Lekker ding. Oh. En ook zij was blij. Hé, ook zij is blij hè. Ja. Jij kriebelt. Ja, met je snorrenhaartjes. Ja, ook nog een kusje op mijn neus. Gaat goed hier.
Geweldig. Maar oké, ik ga lekker een bakje koffie maken. Uiteraard heb ik weer een bounty erbij. Ja, die zit nog in de tas. Ik moet nog even uitpakken en ik had geen zin om eten te koken. Ik denk, ik heb ook mijn rust verdiend. Maar ik heb voor met de feestdagen heb ik gehakt staafjes, 4 stuks. En waar is die andere? Dat is deze, wat is dat? Varkensfiletlapjes à la minuut. Als ik dat in stukjes snij, die twee, dan heb je toch weer iets te gourmetten. En dat waren 2 bakjes voor 4 euro. Dus ja, 2 euro voor 1 bakje. Vind ik 1, 2, 3 niet duur. Normaal is het, was dit 3 euro. En het is nou eigenlijk 2 euro. En het andere geldt net zo. Wat heb ik nog meer? Ik ben bij Big Bazaar geweest. Ook daar ben ik geweest. Nou ja, ik heb ook voor mezelf natuurlijk te eten meegenomen. Mihoen koring, weet ik wel. Ja, mihoen. Nou, dan kan ik nog een eitje bij doen, want dat heb ik ook nog. En ik heb nog wat. Moet even zoeken, dat is koud. Dat is koud, ja. Miro. Saté. Kennen wij. Nou, mijn wijn was op. Dus uiteraard een nieuwe fles met wijn. Dat is die. Maak ik weer reclame. Maar ik krijg er niks voor betaald. Net zoals de boodschappen, komt bij de deken vandaan. Big Bazaar, ja, daar ben ik dus ook geweest. Daar heb ik wat leuks gekocht. Ten eerste een nieuw geurtje van mijzelf. Want mijn geurtje was op. En 2 schalen. Een vierkante en een ronde. Op de tafel heb ik koffie, suiker en boerenmelk staan. Op een plastic schotel. In de plastic schotel is een tupperware en dat hoort weer bij iets anders. Dus ik denk, ik probeer dit uit. Dus dat zet ik daar even neer. En dan heb ik, heb ook altijd kersttakken naar Sinterklaas, koop ik. En voor die kersttakken heb ik dit gekocht. Bloemetjes, glitterbloemetjes. Ik heb met een klemmetje op een takje zetten. Dus 2 in de ene bos, 2 in de andere. Nou, een blik met poesje eten. Komt ook bij de deka weg. En een zak krokantjes. Dat gaat naar boven toe. Wordt bovenop geruimd in de kast. En dat gaat hier in de kast. Dus ja, dat zijn mijn boodschapjes voor vandaag. En ergens halverwege de week moet ik eventjes nog weer halen. Want dan raakt weer andere dingen op. Dus ja. Komt allemaal goed. Ik ga een bakje koffie maken. En ik eet mijn bounty op. En ik ruim meteen de boel op. Ja. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet van jullie avond. En eet smakelijk voor degenen die nog eten moeten. Ja, ik ben laat, omdat ik later weg moest vanwege de regen. Ik ben even goed nog nat geworden, hoor. Maar bij de deken ben ik weer opgedroogd, want mijn rechterbeen die was drijfnat. Gelukkig is de legging droog snel met een beetje wind eromheen. Dus. Maar ik ben wel weer droog overgekomen van de deken naar huis. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles. En tot strakjes. Doei, doei. Ja, het is al donker met licht aan zelf. Ja, ik heb hem op laag, maar even iets hoger. Ja, er moeten nieuwe batterijen alweer in. Maar ja, hij is nog te zien, toch? Hé, vrouwtje is nog te zien, hè? Ja hoor. Ja, kerel. Hij is gelukkig nog te zien. Ik wilde toch eens met de tijd een andere lamp erbij zien te krijgen. Want ik vind, hij was aan de prijzige kant deze, maar het is een flutting. Ja, miskoop van het jaar. Maar oké, het is beter dan helemaal niks, toch? Maar ik kom jullie eventjes allen een welterusten toe te wensen.
En lekker slapen. En gezond weer op. En kijken wat morgen de dag brengen zal. Ja. Er is vandaag weer een hoop gebeurd. Een hoop informatie gehad. En mijn zoon die komt dus niet op de bruiloft van mijn dochter. Voor Karin. Ik begrijp Karin haar woede. Ik begrijp ook Harald. Ik heb met beide ook te doen. Het is allemaal verdrietig. Ja, het gaat om de hond van mijn zoon en mijn schoonzoon. Daar gaat het om uiteindelijk. Die wordt waarschijnlijk ingeslapen. Ja, het is toch een familielid. Het beestje is ook al oud. De baasjes zelf, mijn zoon en mijn schoonzoon, die hebben daar enorm veel verdriet om. Logisch. En mijn zoon die wil ook niet zijn man kwijt, waardoor dat tenminste kwijt. Niet in de steek laten om daarvoor weer naar een bruiloft toe te gaan voor zijn bloedeigen zusje. Hij had er graag bij willen zijn, heeft hij mij verteld. Maar hij heeft ook zoveel verdriet om alles wat er nu speelt. En ja, daarom, ik begrijp ze allebei. Maar ja. Je moet niet voor een keuze gezet worden. Nee, dat moet niet gebeuren. Ze moeten na elkaar begrip tonen. En het begrip van beide is er momenteel niet. Maar ja. Ik hoop dat het dat goed gaat komen. Want dit is ook niks. Nee. Ik vind dit heel erg jammer. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Het is gewoon, ja, ze zijn beide teleurgesteld. De ene onder de ander die komt en de ander onder de ander weer niet begrijpt. Maar ja, komt denk ik in de beste families voor. En nu dus ook weer bij mij. Bij mijn kinderen. Ja, nou ja, maakt ook allemaal niet uit. Ik zou zeggen, geniet van jullie nachtrust en graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei! En hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, hier binnen we dan weer. Hè? Oftewel, hier zijn we weer. Maar ja, ik ben toch gek dus. Ja, zoals jullie zien, het zonnetje schijnt hier. En de huishoudelijke zorg die is buiten bezig met de ramen te lappen. En het is vandaag dus dinsdag 4 december. En we leven om 10:56. Dus ik wens jullie weer een hartelijk welkom. Bij Corina en de beestenbol. Dat Rodo die ligt weer lekker op de bank. Ewen die staat hier achter me. En wat kan al eens, Joost mag het weten, maar ik denk van boven. Ja, en ik heb last van die zon tot en met. En ja, de huishoudelijke zorg die is bezig geweest met zuigen. En de boel die staat hier overhoop. En ze is nou de ramen aan het lappen. Dus ja, maar het komt allemaal goed, ja hoor. En zij mag dus niet op de film, logisch. Dus doen we dat ook niet. Maar maakt allemaal niet uit. En ik zit hier, maar ik had liever nog op mijn bedje gelegen. Ja. Want ik ben lang niet in orde en je krijgt niks anders dan momenteel rotberichten van de een binnen. Waar de anderen weer vrolijk zijn, is het bij de anderen weer verdrietig. Ja, dat gaat niet helemaal lekker met de kids. Maar ja, zo is het leven nou eenmaal en het leven gaat door. Dus het is de ene kant is verdrietig en de andere kant is het vrolijk en blij. Maar oké, we gaan door met die banaan. Ik heb wel daardoor hoofdpijn door al die spanningen eromheen, maar ook dat moeten we maar zien voor lief te nemen. Normaal ben ik er altijd uit als de huishoudelijke hulp komt, maar ik lag nog. Ik had mijn slaap, ik had geen alarm gehoord, niks. Dus ze belden me wakker, dus ik heb het binnen gelaten. En een bakje koffie met gedaan, dan had ik dat maar niet gedaan, want dan gelijk weer last voor je maag. Ja, ik mag dat niet meer, op mijn rug, ter maag dingen nemen. Ik moet eerst omeprazol innemen voor mijn maag.
en dan moet ik een half uur wachten met, voordat ik wat nuttig. Nou ja, en dat had ik nou niet gedaan, dus ja. Maar ik heb even goed nog een omeprazol ingenomen, dus het is nou even wachten. Dat even laten zakken en dan weer een bakje koffie met een broodje erbij. Ja, dus het is eventjes wat anders dan normaal, maar het komt allemaal goed. Ja hoor, dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag en ik zeg tot straks. Doei doei!